Goeiedag, nieuwe dag, nieuwe wielertip, wielerleestip, want voorlopig geen koers. En die tijd moeten we maar lezen en doorbrengen. Er zijn grotere straffen, denk ik dan maar. Dit boek is een boek dat ik jullie graag zou willen aanraden. Het is zoals je ziet, een nogal lijvig boek. Schitterende voorkant trouwens, schitterende foto van Kurt Stöpel, dat is de schrijver. Tour de France, ein Erlebnisbericht von der Grande Boucle 1932, heet het. En het is, behalve dat het heel mooi is uitgegeven, zoals je ziet, met schitterende foto's en portretten, is het een vrij wonderbaarlijk en goed geschreven boek, in het Duits wel, niet vertaald. Dus dit is alleen voor de mensen die de Duitse taal beheersen of dol zijn op dit soort foto's, wat ik me heel goed kan voorstellen. Kurt Stöpel is een wielrenner die aan de Tour van 1932 meedeed. En dat is wel heel interessant. Kijk nou even hier, ik zat er door te bladeren, kom ik deze foto tegen. Dit is toch, dit wil je toch? Nou ja, goed. Kurt Stöpel deed mee aan die Ronde van Frankrijk van 1932 en hij hield een dagboek bij. En dat dagboek is in feite gewoon deze tekst. Hij schrijft per dag een column of een verhaal over die etappe. Dat is daarna wel grondig herschreven en herzien ook. Maar het is in principe gewoon een ooggetuigenverslag van de Tour van 1932. En nog een foto, gewoon omdat het zo mooi is. En omdat ik de tekst niet kan voorlezen zonder heel veel fouten te maken. Maar ik heb het wel gelezen destijds. Omdat ik natuurlijk, sommige mensen weten dat van jullie weten dat misschien, ik altijd op zoek ben naar vergeten renners met een bijzonder verhaal. Kurt Stöpel is zo'n renner. Niet omdat hij een heel verdrietig levenseinde heeft meegemaakt. Of omdat hij president van een land is geworden. Maar wel omdat hij dit heeft gedaan. Dit boek heeft gemaakt. Een schitterend document van hoe de Tour er voor de oorlog bij lag. En hoe de Tour werd beleefd vanuit de renners zelf. Natuurlijk, voor de oorlog waren heel veel wielrenners lang niet allemaal in staat om uitdrukking te geven aan wat zij beleefden. De ervaringen die renners meemaakten, die werden vaak door de ogen van fabulerende journalisten en schrijvers en radioverslaggevers aan het volk doorgegeven. En wat die renners vonden, dachten, voelden, ervoeren, dat kwam vaak in een hele veranderde vorm tot ons en ook tot de geschiedenisboeken uiteraard. Dit is een boek uit eerste hand en dat maakt het zo fascinerend. En het is daarnaast ook heel goed geschreven. Er zijn tegenwoordig, de laatste 20, 30 jaar, heel veel goed schrijvende wielrenners die met een afstand en met een ironische en relativerende en een romantische blik naar hun eigen leven kunnen kijken en hun eigen ervaringen kunnen kijken. Kurt Stöpel kon dat al in 1932. Schrijft gewoon heel goed, schrijft heel interessant. En het is dus heel erg mooi uitgegeven door uitgeverij Covadonga, die vele mooie wielerboeken hebben uitgebracht. Je moet alleen wel Duits kunnen. Want het is, niet vertaald ten onrechte wat mij betreft. Maar probeer het. Het is zoals dat, ik zal even de achterflap, een heel klein stukje ervan. Vieles in diesem Buch erscheint dem Leser wie ein Bericht aus einer fernen, unbekannten Zeit. Manches wird ihm seltsam aktuell vorkommen. En dat gaat dus over hoezeer het ook een andere wereld was in 1932 en hoe anders de Tour en hoe anders het wielrennen ook was. Heel veel is natuurlijk hetzelfde. Nog altijd gaat het om een soort verbindende kracht die de Tour heeft, die hij toen ook al had. Ook toen al ging het over afzien. Ook toen al ging het over de ingewikkeldheid tussen een individuele coureur zijn en in dienst van een ploeg rijden. Al die dingen komen voorbij. Het gaat over valpartijen, het gaat over materiaalpech, het gaat over slechte hotels, het gaat over kameraadschap, enzovoort, enzovoort. Lees ik een eenmalige einblikken in die heroïsche era der Frankrijk-rondvaart. Kurt Stöpel, Tour de France.